homomannen die hadden ook hun ontmoetingsplaatsen. Dat heette toen heel netjes outside cruising, want natuurlijk niet iedereen mocht weten wat de bedoeling daarvan was. Tijdens Open Monumentendagen kunnen deelnemers een regenboogwandeling maken langs plekken die belangrijk zijn geweest voor de Leidse homobeweging. COC-voorzitter Debbie Helaha legt uit waarom de wandeling dit jaar in het programma zit. Nou, het thema van Monumentendagen dit jaar is inclusie. En dat gaat ook over diversiteit en het erbij horen. Iedereen telt mee. Nou, Open Monumentendagen gaat natuurlijk ook over geschiedenis en de regenboogwandeling die we hebben. Die vonden we daar goed bij passen. Dus we zijn in samenspraak met de organisatie van Open Monumentendagen hebben dat voorgesteld. En dat vonden ze hartstikke leuk. In de Kroon vertelt vrijwilliger van het eerste uur Anja over de roze geschiedenis van het pand. Uiteindelijk begon het COC op hele andere plekken in Leiden. Maar in 1984 was de plek aan de Siciliastraat, een voormalige school, was echt te klein geworden. En toen kwam hier de Kroon, een voormalige jeneverfabriek, kwam voor een gedeelte vrij. En vandaar ook de Kroon, het was Harteveld de Kroon. Voor het COC het pand in gebruik kon nemen, moest de oude fabriek flink onder handen worden genomen. We hebben hier allemaal van die enorme balken. En uit eigen ervaring kan ik zeggen van, die moesten allemaal schoongemaakt worden. En als je dan een stofallergie hebt, dan is dat een hopeloze zaak. Maar het is gelukt. We zijn met heel veel vrijwilligers zijn we in 1984 bezig geweest om die kroon helemaal mooi te maken. We hadden gelukkig eigen designers die hadden alles ontworpen hier. En er is werkelijk een heel mooi pand van gemaakt. Het is al bijna 40 jaar de Leidse homobeweging die hier gevestigd is in die voormalige drankenfabriek. De regenboogwandeling loopt langs 12 monumenten in het centrum van Leiden en is bedoeld voor iedereen. Mensen komen hier, als ze naar de Open Monumentendagen komen, dan komen ze misschien met name voor een gebouw en de geschiedenis daarbij. Maar dit is een mooie route die ze erbij kunnen pakken. En dan krijgt de betekenis van de kroon als plek voor de LHBTI plus gemeenschap misschien ook iets meer betekenis en iets meer diepte.